Kim en welkom in. Godver, welkom in. Welkom in. Welkom in. Uppsala. Uppsala ligt een kleine 100 kilometer boven Stockholm en is vanaf daar makkelijk met de trein of bus te bereiken. Mocht je vliegen op Arlanda Airport, kun je er zelfs met een rechtstreekse stadsbus naartoe. In de zomer blijft het hier lang licht en in de winter wordt het erg vroeg donker. Een zonnige dag zoals vandaag is uniek. Met zulk mooi weer gaan de meeste zwemmen naar buiten om hun vitamine D aan te vullen. Je kunt overnachten in een van de hotels of regelt een bank bij studenten. Een van de 5 inwoners van Uppsala is namelijk student van de oudste universiteit van Scandinavië. En dat kun je terugzien in alle hoeken van de stad. Met 13 verschillende studentenverenigingen, met allemaal een prachtig gebouw, is er altijd wel ergens een feestje te vinden. Maar Uppsala heeft meer te bieden dan feestjes. Een van de hoogtepunten is de Domkyrka, wat de hoogste kathedraal van Scandinavië is. Maar ook de universiteitsbibliotheek en de aula's zijn zeker een bezoekje waard. Wat je ook niet over het hoofd kunt zien is het kasteel in het midden van de stad. Een van de bezienswaardigheden is dit roze kasteel. En ik vraag me een beetje af waarom het roze is, net als de rest van Uppsala. Stel, je bent een koning en je hebt een kasteel. En dan besluit je met pink te verven, dat is echt een beetje een rare beslissing. Maar ondanks dat het een roze kasteel is, komen veel Zweden hier toch op een vooral oktoberzonnige dag, rond een uur of 3. Want dit is namelijk het laatste plekje waar je zon kunt krijgen in Uppsala. En terwijl je dat doet, kun je tegelijkertijd genieten van het prachtige uitzicht dat hier tegenover het kasteel is. Namelijk de botanische tuinen. Dagar som många av oss klagar, men vi får aldrig börja om. Jag har en egen saga, jag följer mina lagar och lyssnar inte mer på dom. En enda chans, en enda dag. Ett ögonblick som lever. Dat kun je gewoon kopen in de supermarkt. In Zweden heb je schitterende natuur. En daarom kun je aan alle kanten net buiten Uppsala prachtig wandelen of langlaufen. Mocht je daar natuurlijk zin in hebben. Ikzelf heb er niet zo op langlaufen. En daarom neem ik de bus naar het nabijgelegen skigebied. Slå mig åt i ansiktet så får jag känna att jag lever. Skjut mig här och nu för nu kan jag dö. Slå mig åt i ansiktet så får jag känna att jag lever. Skjut mig här och nu för nu kan jag dö. Hej! Na en reis van 45 minuten ben ik er dan. Uppsala's skigebied, wat eigenlijk een soort van heuvel is. Ga eens even kijken wat er is. Huvudet ner i asfalten så får jag känna att jag lever.
45 minuten over. Maar daar is maar één ding aan te doen. We gaan hem doen. Open zijn, kun je een stuk sneller naar boven en beneden. Een skikker kost ongeveer een tientje en dan kun je de hele op en neer. Het is niet groot, eerder klein, een heuvel met twee liften, maar het is toch een plek om je prima een dagje te maken. Buiten vers bereiden op de barbecue of je neemt de lunchbox mee die je in de kantine kunt opwarmen. Zolang er geen skilessen zijn, doe je niet echt druk en heb je bijna de hele dag precies voor jou alleen. Het is ondertussen een beetje gaan sneeuwen hier. En we zijn hier in de wijk Vloegsta omdat daar om 10 uur iets vreemds gebeurt. Iets wat ik nog nergens anders heb gezien. En we gaan eens even kijken wat het is. Ah! Ja, je denkt nu waarschijnlijk dat sta ik hier eens helemaal lood te schreeuwen. Maar iedere avond om 10 uur is hier de Vloegsta stream. Studenten openen hun ramen en dan beginnen ze gewoon te schreeuwen. Dit doen ze om hun frustratie kwijt te raken of gewoon omdat ze daar zin in hebben. Iedere avond weer.